Ik ben benaderd door de gemeente Nunspeet om een verhaal, om een herdenkingsmonument te maken over het COVID-virus. Dan gaan er allerlei gedachten door je heen van hoe moet ik dat nou vorm gaan geven. Ik had natuurlijk best wel wat ervaring met ontwerpen en dat soort zaken, maar dit is heel specifiek omdat het in de ziel van de mens en de bevolking ingrijpt. En hoe ga je dat dan vertalen naar iets waar iedereen zich in kan vinden en uiteindelijk ook zijn eigen verhaal in kwijt kan, zijn eigen gedachtes. Nou, centraal heb ik toen de hand als uitgangspunt genomen. En dat uitgangspunt dat kwam eigenlijk voort uit dat oude beeld van Zadkine, waarbij Zadkine dat beeld maakte met die schreeuwende handen en dat gat in die torso. In feite is dat nu hetzelfde. Alleen het is ongrijpbaar, een virus, het komt van alle kanten en we weten niet waar eindigt dit. Het heeft heel veel impact, dus aan de ene kant zie je in mijn beeldenis het verhaal van die hand die roept om hulp en tegelijkertijd die ondersteunende hand. Veel spreekwoorden die leiden al in dat hele sfeertje je eigenlijk naar waar je naartoe wil. Uiteindelijk moest het een totaalplaatje worden. Het moest een plek krijgen in Nunspeet. Waar gaan we dat zetten? Nou, Oranjepark is natuurlijk een centraal gedeelte van oudsher. Daar gebeurde in het verleden heel wat. Nou, dat zou een stille plek kunnen worden. Maar hoe ga je dat weer vormgeven? Want ook dat kwam er natuurlijk bij. Het ontwerp in de buitenruimte. En hoe ga je dat vormgeven? Nou, toen dacht ik echt aan dat virus, die bolvorm met die tentakels naar buiten toe. We hebben dan een cirkel gemaakt met in het hart van die cirkel waar dan dat monument zou kunnen komen. Op 1,5 meter, want dat zijn de termen waar we dan mee te maken hebben. Afstand dat men zich in kan leven op die sokkel met de teksten die leidend zijn aan deze tijd. Niet alleen in de vormgeving, maar ook in de plantsoortkeuze heb ik getracht om in ieder geval ook weer dat virus tot uitdrukking te komen. Door met stralen te gaan werken die aanhaken op kleinere cirkels om die grote cirkel heen. En als je dat dan beplant met, bij wijze van spreken, kogeldistel, dan komt die bolvorm in zijn typische vorm ook weer terug. Dat is in grote lijnen waar mijn gedachte naar uitgegaan is. En natuurlijk, als je dan daar op dat bankje op 1,5 meter van dat beeld kan gaan zitten, dan heb je te maken met die 1,5 meter afstand. Je hebt te maken met de avondklok, je hebt te maken met thuiswerken of online werken, maar je hebt ook met de rouw te maken. Al die vlakken, het is een vierkante sokkel, hebben een aantal teksten, kreten, die te maken hebben met deze periode. En zo ben ik aan de gang gegaan en zo is men enthousiast geworden uiteindelijk wat we nu voor ogen hebben. Maar het begint op die tekentafel, eerst die handen schetsen. En dat moet samenkomen in een beeld.